Ja, ik moet er gewoon weer over beginnen, Libië. Er was afgelopen zaterdag, nee, of de zaterdag daarvoor begonnen de eerste gesprekken over een no-fly zone. Ja. En ik had eigenlijk al meteen van, op het moment, ik dacht bij mezelf, op het moment dat ze een no-fly zone instellen, is het gewoon oorlog. Ja, precies. Omdat ten eerste moeten zoals ze al zeiden, gewoon, hoe heet het, verdedigingslinies moeten vernietigd worden. Ja. En vervolgens is het ook zo dat als er een no-fly zone is en Gaddafi zou daadwerkelijk gaan vliegen of iets dergelijks, wat dan ook, zou direct een oorlogsverklaring zijn. Ja, precies. Dus eigenlijk zo'n no-fly zone is eigenlijk een stille bezetting. Ja, en dat ja. is wat er nu vandaag de dag plaatsvindt in Libië. Right. En ik vind dat mensen dat ja, gewoon moeten inzien. Dat een no-fly zone niet zomaar... Het betekent wat. Het betekent zeker ja, wat. Het is precies. gewoon een bezetting, maar dan zonder woorden uitgesproken. Ja, precies. Dus dat... Denk je dat het daarbij gaat blijven? Bij een no-fly zone? Of... Nee, je ziet dat het daar niet bij blijft. Zijn, ja. Elke dag zijn ze aan het bombarderen. Dus aha. in mijn ogen zijn ze gewoon oorlog aan het voeren. Ze zijn oorlog aan het voeren. In mijn ogen wel. Ja. Ik weet nog dat jij een paar shows terug... toen had jij gezegd dat er waarschijnlijk oorlog gevoerd gaat worden. Klopt. En volgens mij wat jij hebt gezegd, dat is gewoon uitgekomen. Dat is acht stukje bij beetje inderdaad. Ja. Beetje bij beetje, man. Best wel eng op zich. Ja. Hoe voelt het Ahmed om gelijk te hebben nu? Ja. Laat ik daar maar niet op antwoorden. Nee, precies, ja. Goed, dan ook is het een vervelende situatie. Maar het is inderdaad dat je research gewoon goed doet. Dan betekent inderdaad dat... Ja, toch die dingen kan je lezen nu ondertussen. Ja, kijk, toen ik daarmee kwam... Ik zag gewoon de herhaling van 2003... hoe het met Saddam is gegaan. Eigenlijk gewoon precies dezelfde stappen. En ja, nu met het instellen van die no-fly zone... eigenlijk de enige laatste stap die nog niet gezet is... is het daadwerkelijk... najagen van Gaddafi. Ja. En dat is wat de Europese landen nog niet doen. Want... ze zijn eigenlijk nog niet over uit of ze Gaddafi moeten wegsturen niet. Dus dat is eigenlijk het enige wat nog mist. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat het nog lang duurt. Nee, precies, ja. Mean something, man. We gaan het zien. Inderdaad, ja. Hebben we nog meer nieuwsdingetjes die even moeten belichten? Ja, Japan. Ja, we werden natuurlijk opgeschrikt met een aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter. Ja. En eigenlijk vrijwel direct waren er een aantal blogs die het systeem HARP. Ja. Het is een project van het Pentagon waarmee ze eigenlijk kort gezegd klimaat kunnen beïnvloeden. Ja. Mm-hmm. Hebben ze in Peking in 2008 tijdens de Olympische Spelen ook gedaan. Ze waren bang dat de Spelen niet door konden gaan vanwege heftig weer. Hebben ze via klimaat, hebben ze eigenlijk... verderop hebben ze het laten regenen met bepaalde machines. Wauw. En waardoor het op het moment suprem waar de Spelen plaatsvonden niet zou gaan regenen. They can do that, man. They can do that shit. And they did it. En het is een algemeen bekend project van het Pentagon. Waarmee ze dus eigenlijk stukje bij beetje proberen ze het te verbeteren. Ja. En nou ja, er was dus een blog, Atlantea Conspiracy. Je hebt het klaarstaan als het goed is. Ja, die heb ik hier staan inderdaad. Ja. Die kwam met een aantal seismologische tabellen en een aantal YouTube filmpjes waarin je dus zou kunnen zien dat er eigenlijk invloed van de mens bij kwam kijken. Ja, ja. Wat ik jammer vind is dat op het moment dat er meerdere blogs over gingen schrijven, ze refereerden allemaal eigenlijk naar diezelfde Atlantea Conspiracy. Telkens dezelfde tabellen, dezelfde verhalen. En ja, voor mij, toen ik het dus voor het eerst las, dacht ik van, hey, dit kan best zo zijn, omdat ik al vaker over HARP had gehoord. Ja, ja. Maar ja, ze refereerden allemaal naar dezelfde bron. En dat is voor mij niet aannemelijk op dat moment als waarheid. Dus misschien dat we er nog meer over te weten komen. Ik vind het eng nieuws, man. Maar ja, goed. Ik wilde wel even de mensen erop wijzen dat die verhalen nu de ronde gaan. En dat er een machine is die daadwerkelijk wel... Hey, en die website is... Atlantea Conspiracy. .com. Okay, en, cool. Maar goed, ja, ik vertrouw er niet zo op. Nee, precies. Maar ik wilde het wel eventjes... Ik wil even aanlichten dat, ja. Hebben we nog meerdere nieuwsdingetjes? Ja, ik... Nee. Nee, toch? Heeft niemand nieuws gevolgd, Mara? Nee. NOS'je of... Allee, cool, man. Dan wat we gaan doen is, we gaan eventjes naar een volgende track gaan. En zou zo direct weer bij je terug. Nogmaals, je kan bellen. Je kan bellen naar het nummer 020-3141-041. Dit is Get Real. Je mag de mensen wel bij vertellen dat ze heel goed moeten luisteren naar de komende track. Want die gaat over het onderwerp waar we zo over verder gaan cool. praten. Cool. Let's do that, man. And didn't inhale and never tried it again. We're in today. Old time makers of this country took the gold and shipped it on.
on the way.